Hopelijk biedt het weer wat verlichting, Frankie. Ik vrees ervoor, Jan. Een lage luchtdrukgebied boven de Azoren beïnvloedt namelijk ons weer. Alleen weten we niet precies hoe. Waarschijnlijk zal het dus wel gaan regenen. En dat gedurende meerdere dagen. In dat verband, onze Amerikaanse collega's kunnen voor hun weerberichten sinds kort gebruik maken van elektronische rekenapparaten, de zogenaamde computers. En die voorspellen voor het rockfestival van Woodstock 3 dagen schitterend zonnig weer. En morgen ben ik er weer met meer weer. Interessant. Moet ik onthouden. Ja, dat belooft.